Goedemorgen, dames en heren. Broer of zus, de match van je leven. Fairness in siblingrelaties. Een nieuwe lente, een nieuw boek. Een boek dat de relaties tussen broers en zussen voor het voetlicht brengt. Het mag ons verbazen, maar inderdaad, nu pas een boek. De aandacht voor broers en zussen in onderzoek is al bij al van relatief recente datum. Toch zeker vergeleken met ouderschap. Onze taal kent niet één woord dat tegelijk broers en zussen aanduidt. Voor het gemak kozen we voor het Engelse siblings en niet voor brussen. Die term blijft voorbehouden voor broers en zussen van kinderen met een handicap of ziekte. Siblings dus. Ogenschijnlijk een neutrale aanduiding voor mensen die doorgaans een egalitaire relatie hebben. Een verhouding die verweven is met de relatie die zij hebben of hadden met ouders of ouderfiguren. Dit verklaart meteen ook waarom we het straks over differentieel opvoeden zullen hebben. Kunnen we over siblingrelaties wel algemene uitspraken doen? Lonken de platitudes niet om de hoek? Het begint al bij de vraag wie dan wel een broer of zus kan zijn. Teken mij een broer of zus. Wie in een niet-westerse cultuur wordt gezien als broer of zus, is dat niet noodzakelijk in Europa. In sommige culturen is de terminologie voor biologische broers en zussen dezelfde als die voor neven en nichten en nog verder verwijderde verwanten. In burgerrechtelijke zin is het aanknopingspunt de afstamming of de adoptie. Dat is minder rigide dan men zou denken. Biologisch-genetische verwantschap is niet vereist. Bovendien is de persoon met wie men slechts één gemeenschappelijke ouder heeft, juridisch een broer of zus. Geen halfbroer, geen halfzus. Het Belgische familierecht spoort dus met de woordkeuze binnen gezinnen. Half is maar half. Men spreekt zelden over halfbroers of halfzussen. Wel gewoon over broers en zussen. Daarmee is niet gezegd dat we over relaties tussen halfbroers en halfzussen geen geëigende uitspraken zouden kunnen doen. We gaan niet licht over de posities die worden ingenomen. Zo kan men zich verhouden tot een kind dat samenwoont met een ouder en een stiefouder, of tot een gedeeld kind in een stiefgezin. Dat laatste is dan geboren uit een nieuwe relatie en woont samen met beide ouders. De ene sibling is de andere niet. Ook als men niet onder de wettelijke omschrijving van broer of zus valt, kan men sibling zijn. Dat vertaalt zich in een diversiteit aan siblingrelaties. Het kerngezin is niet verdwenen, maar wordt geflankeerd door diverse constellaties. Het boek neemt de relaties tussen stief- of pluskinderen mee in beeld. Dat is ook het geval voor relaties die ontstaan sui generis, zoals bij pleegzorg. Overheden moeten siblingrelaties benaderen vanuit het recht op gezins- en familieleven, zoals verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Belangrijk hierbij is dat niet enkel juridische verwantschapsbanden onder de bescherming ervan vallen. Of er een gezinsleven bestaat, is een feitenkwestie waarbij nauwe persoonlijke banden vereist zijn. Beleid en regelgeving zijn niet volledig blind voor de diversiteit aan siblingrelaties. Denk bijvoorbeeld aan de voorrangsregels bij kinderopvang en onderwijs en de Vlaamse erfbelasting. Hier worden de verschillende categorieën van kinderen in een gezin gelijk behandeld. Die ruime benadering gaat niet op voor het migratierecht, dat het leven doorkruist van wie zich broer of zus noemt. Gezinshereniging kan enkel voor wettelijk biologische ouders en minderjarige siblings. Het vereiste DNA-onderzoek kan bovendien onthullen dat kinderen die deel uitmaken van een gezin biologisch niet verwant zijn met één van de twee ouders. Dames en heren, siblingrelaties zijn ambivalente relaties. Met de titel van het boek roepen we het beeld op van een match. Een woord met vele ladingen.
Broers en zussen hebben een levenslange relatie, ook al hebben ze, om het in Tinder-termen te zeggen, geen match. Je kiest je broer of zus niet. Je moet het ermee doen. Je hoeft je niet in te spannen om de relatie in stand te houden. Je hoeft je niet anders voor te doen. Zelfs als je gebroken hebt met een broer of zus, spreek je nog niet over een ex-broer of ex-zus. In het boek wordt de vergelijking gemaakt met vriendschap en liefde. Mogen we de tegenstelling tussen verwantschap en vriendschap wel op de spits drijven? Wat leert ons een begrip als broederliefde? Bij een match denken we aan het wedijveren. Mythes en religieuze verhalen getuigen van de rivaliteit tussen siblings. Een rivaliteit die maar al te vaak omslaat in jaloezie en conflict dat bloedig beslecht wordt. Denk aan Osiris en Seth, Kain en Abel, Romulus en Remus. Ook onderzoek naar siblingrelaties was lange tijd gericht op naijver en twist. Hierin zien we broers en zussen die competitie voeren. De aandacht en de middelen van de ouders vormen dan de inzet. U ziet het voor u, een soms zenuwslopende derby op het scherp van de snee. Maar bij siblingrelaties draait het niet enkel om rivaliteit. Een hele geruststelling als uw kinderen elkaar meer dan u lief is in de haren vliegen en u aan het aanrecht denkt, wat een mismatch. Het is slechts een gedachte, want u las dat de match tussen uw kinderen meer behelst dan de winst van de ene en het verlies van de andere. Positieve interacties zoals spelen, maar ook conflicten in de siblingrelatie dragen bij aan de identiteitsontwikkeling en de sociale en probleemoplossende vaardigheden. Een relatie met een broer of zus in de kindertijd en adolescentie biedt de vrijheid om te experimenteren, om sociaal te leren tussen gelijken, een andere betekenis van match. De relatie tussen broers en zussen is horizontaal, maar komt niet tot stand op een level playing field. Onze taal kent de uitdrukking de Benjamin zijn. Andere talen zijn veel rijker doordat ze andere woorden gebruiken naar gelang het een jongere broer of zus betreft, of oudere broer of zus. Factoren als gender, geboortevolgorde en leeftijdsverschil bepalen mede inhoud van de relatie en de wegen die broers en zussen afleggen. Ik denk hierbij aan de theorie die de ontwikkeling van verschillende persoonlijkheden, afhankelijk van de plaats in de geboorterij, toeschrijft aan een onbewust nastreven van minder competitie. Ook een kind dat zich ontwikkelt met het idee dat het ongewenst is, bevindt zich in een ongelijk speelveld met broers en zussen. Dit gaat ook op voor een kind dat verwekt wordt met het doel om stamcellen op te leveren voor een ernstig zieke broer of zus. Van zodra deze savior sibling zelfstandig kan nadenken over de genezing van zijn oudere broer of zus, staat hij voor de verscheurende keuze tussen het eigen welzijn en de precaire gezondheid van de oudere sibling. Wat maakt dat broers en zussen op elkaar lijken of net van elkaar verschillen? Onderzoek toont aan dat siblings heel veel gemeenschappelijk hebben door zogenaamde besmetting, sociaal leren en inderdaad ook genetische verwantschap. Daarnaast zien we dat siblings zich bewust of onbewust onderscheiden van elkaar. Hiervoor vinden we in het boek steun in theorieën over sociale vergelijking en de-identificatie. Een siblingrelatie hangt niet exclusief, maar toch in belangrijke mate samen met de ouder-kindrelatie. Ze kan intens en ondersteunend zijn als de ouder-kindrelatie eerder koud en afstandelijk is. Dat klopt. Maar er zijn net zo goed studies die vaststellen dat kinderen die zich veilig voelen in de relatie met hun ouders een meer positieve relatie hebben met broers en zussen. Kinderen waarvan de ouders controlerend en strikt zijn tijdens de opvoeding vertonen meer agressie en vijandigheid in de onderlinge relatie. Als ouders voor de scheiding veel conflicten hadden, dan rapporteren siblings later minder contact, meer conflict
en een lagere relatiekwaliteit. De kwaliteit van een siblingrelatie is niet louter terug te voeren tot de ouder-kindrelatie. Zo heeft de sociaal-economische positie van ouders een impact op het gezinsklimaat dat ouders voor hun kinderen kunnen scheppen. Onregelmatige werkuren kunnen ertoe leiden dat oudere broers of zussen zorg opnemen voor jongere siblings. Een kleine woning kan voor meer conflicten zorgen of ertoe leiden dat siblings vroegtijdig het huis verlaten. Siblings worden sterk beïnvloed door maatschappelijke vooroordelen. Neem nu psychische kwetsbaarheid of zelfs suicidaliteit. Russen kunnen zich bewust zijn van deze vooroordelen, waardoor ze liever niet geassocieerd worden met broer of zus. Soms geven Russen of andere gezinsleden de voorkeur aan geheimhouding, wat dan weer de mogelijkheden tot het inzetten van een breder netwerk beperkt. De loyoteitshuishouding in gezinnen straalt af op relaties tussen broers en zussen. Kinderen kunnen gewrongen zitten doordat ze meervoudig loyaal zijn of willen zijn. Dat zien we in nieuw samengestelde gezinnen. De verbondenheid tussen stiefsiblings is een verworven loyaliteit die soms onder druk komt te staan door de relatie met hun eigen niet-inwonende ouder. Hoe meerdere loyaliteiten kunnen wegen op de siblingrelatie, zien we ook bij kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn of die deel uitmaken van een vluchtelingengezin. Er kunnen ook loyaliteitsconflicten ontstaan wanneer de verderzetting van het familiebedrijf aan de orde is. Niet alle siblings spelen een thuismatch. Voor de kwaliteit van de relatie maakt het een verschil uit of siblings samen opgroeien in een gezin of niet. Dat wordt duidelijk bij een scheiding door ouders of bij migratie. Kinderen en jongeren in jeugdhulpvoorzieningen maken zich zorgen over de thuis achtergebleven broers of zussen. Waarom ben ik het waard om beschermd te worden? Tegelijk vinden we kinderen die worstelen met het voorrecht op dat andere siblings wel thuis kunnen blijven. Dit plaatst hulpverleners voor de moeilijke uitdaging om kinderen te ontschuldigen. Dit raakt aan fairness in siblingrelaties. Zoals Tanja Nuland al zei, onze timing is eigenlijk perfect. Morgen, jawel morgen, stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel dat broers en zussen het recht verleent om niet gescheiden te worden en om contact te blijven houden. Aan de familierechtbank wordt in het kader van een scheiding opgelegd om dezelfde verblijfsregeling voor broers en zussen na te streven. Wat doen gezinstransities met relaties tussen broers en zussen? Zeker in periodes van transitie kunnen siblings bronnen van steun, veiligheid, stabiliteit, vertrouwen en veerkracht voor elkaar vormen. Ouders in een scheidings- of migratieproces zijn minder beschikbaar omwille van de vele zorgen die ze zelf hebben. Kinderen willen hun ouders niet tot last zijn. Het samen doormaken van ingrijpende levensgebeurtenissen en het delen van een verleden kunnen de band tussen siblings versterken. We zien niet enkel dat gezinstransities inwerken op siblingrelaties. We zien ook dat siblings elkaar beïnvloeden bij gebeurtenissen in de levensloop. Als de relatie samenhangend is, kan de timing van die gebeurtenissen bij siblings met elkaar verbonden zijn. U bent zwanger en o wonder, niet lang daarna is het de beurt aan uw jongere zus. In het boek worden deze interbroer-zus-effecten sociologisch uitgewerkt. Het gaat hier om een beïnvloeding die even belangrijk kan zijn als deze tussen een ouder en een kind. Wat maakt nu dat we een siblingrelatie als een faire relatie zien? De auteurs van het boek kregen geen voorgekoude invulling van fairness mee, wat geleid heeft tot een rijkdom aan benaderingen. Zo werd fairness in siblingrelaties onder meer benaderd vanuit de studie van sociale interacties binnen organisaties. Fairness wordt niet herleid tot gelijkheid. Net het nastreven van gelijkheid kan de fairness tussen siblings op de helling plaatsen. De wetgever heeft dat in 2018 goed begrepen met het nieuwe erfrecht,
Toen heeft de wetgever het absolute principe van gelijkheid onder de erfgenamen verlaten. Met deze hervorming is het voor een ouder mogelijk om de gelijke verdeling van zijn nalatenschap bij te sturen. Bijvoorbeeld als hij dit rechtvaardiger, eerlijker of passender vindt in de gegeven gezinscontext. Daarmee kan de ouder een deel van de erfenis voorbehouden voor bijvoorbeeld kinderen uit het nieuw samengestelde gezin, pleeg- of zorgkinderen. Fairness in een siblingrelatie is niet louter het product van de ouder-kindrelatie. Het valt wel niet te ontkennen dat een differentiële opvoeding, een differentiële ouderlijke behandeling, zijn weerslag heeft op de relatie tussen siblings, op de ervaren fairness. We stellen vast dat er charme blijft uitgaan van de relationele ethiek, de idee van wederkerigheid. Hierbij gaat het om de balans tussen geven en ontvangen, een balans die we onder meer aan het werk zien als de zorg voor de oudere vader of moeder aan de orde is. Niet alle auteurs lopen evenwel storm om fairness in siblingrelaties of het gebrek eraan als een onderdeel te zien van een familiale grootboekhouding. Ja, vanuit pedagogische hoek is er begrip voor die benadering. Ze roept herkenning op bij ouders waarvan het handelen gericht is op het bewaren van de balans, op het compenseren van gunsten voor de ene door aandacht te schenken later aan de andere. Het begrip voor die benadering is echter begrensd vanuit het pedagogisch adagium dat mensen steeds opnieuw kunnen beginnen. Als de ongelijke behandeling van broers en zussen door ouders onbesproken blijft, dan is dit zeker het geval voor die variant, het favoritisme. Hierbij heeft een ouder al dan niet bewust een voorkeur voor een één kind en wordt dit kind positiever bejegend. Volwassen kinderen blijven gevoelig voor de perceptie van ouderlijk favoritisme, wat op zijn beurt een invloed heeft op de siblingrelatie. Dit maakt bijvoorbeeld dat de erfopvolging meer behelst dan het verdelen van de goederen. Op dat moment maken siblings de eigen balans op door een onderlinge verrekening van de liefde van de ouders. Fairness in siblingrelaties is zeker ook een zaak van perceptie. En die percepties kunnen alles verschillen. De perceptie zal zwaarder doorwegen dan de feitelijke ongelijkheid in de opvoeding. Hoe meer consensus over de perceptie van differentieel opvoeden, favoritisme en de eerlijkheid ervan, hoe positiever de relatie tussen siblings is. Het is overigens best mogelijk dat siblings vinden dat het spel eerlijk verloopt. Maar dat spoort niet noodzakelijk met de zienswijze van buitenstaanders. Dat zien we bij mantelzorg voor ouders. Ook een ongelijke verdeling van de mantelzorg kan als fair en evenwichtig worden beschouwd, ook als de samenleving dit niet rechtvaardig ziet. Ongeschreven spelregels in gezinnen kunnen maken dat ouders hun kinderen verschillend benaderen en beoordelen. Zo kan er de verwachting zijn dat het oudste kind het initiatief neemt of dat mantelzorg door dochters wordt opgenomen. Ouders hebben vaak een duidelijke voorkeur voor een van hun volwassen kinderen als vertrouwenspersoon, steunfiguur en verzorger. Dit kan leiden tot spanningen tussen volwassen siblings, ongeacht of men nu de uitverkorene is of niet. Het versterken van verschillen door ouders kan er hiertoe leiden dat siblings een gebrek aan fairness ervaren. Dit is minder uitgesproken in culturen waar rollen sterker verankerd zijn. Ouders kunnen goede redenen hebben om hun kinderen anders te behandelen. Denk aan het verschil in leeftijd of persoonlijkheid, maar bijvoorbeeld ook de veranderende gezinsgrootte. In gezinnen waar een broer of zus extra zorg nodig heeft, moeten ouders noodgedwongen meer tijd en aandacht spenderen aan het meer kwetsbare kind. En hebben ze meer verwachtingen naar de andere kinderen toe. Als een differentiële behandeling al problematisch is, is dat dan onoverkomelijk in een positief gezinsklimaat? We horen het straks. Tussen siblings
kunnen naar gelang de positie in het gezin verschillen bestaan in het informatieniveau. Oudere siblings hebben bijvoorbeeld meer informatie over de redenen van een scheiding of van migratie, over procedures, over de voorgeschiedenis van conflicten in het gezin dan jongere siblings. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de oudere sibling, die ervoor kan kiezen om de jongere op zijn beurt te beschermen door te zwijgen, dan wel informatie te delen. Die keuze is niet helemaal vrij, omdat die sibling gebonden is aan een loyaliteit naar de ouders toe. Het kan siblings in een moeilijke positie brengen ten opzichte van elkaar. Het verdelende onrecht, het onrecht dat het lot gezinnen toebedeelt, zet fairness in het Hanse gezinssysteem onder druk. Dat is het geval naar aanleiding van de geboorte van een broertje of zusje dat neonatale zorgen nodig heeft. Of wanneer zich bij één of meer siblings een handicap manifesteert. Lange tijd werd in onderzoek sterk de nadruk gelegd op de negatieve effecten van de BRUS-ervaring op korte en lange termijn. Vandaag zien we toch wel een meer genuanceerd beeld, mede door het instrument dat de kwaliteit van leven van Brussen in beeld brengt. Dit neemt niet weg dat de aanwezigheid van een beperking of ziekte, psychische kwetsbaarheid, bij één of meerdere kinderen in het gezin aanleiding kan geven tot unfairness. Dames en heren, vandaag krijgt u geen bloemlezing. Dat zou niet fair zijn tegenover de 33 auteurs die het Kenniscentrum Gezinswetenschappen samenbracht. 33 experten, verbonden aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Leuven, Amsterdam en Palermo, van de Hogeschool Gent, van het Kinderrechtencommissariaat en het Agentschap Opgroeien, en uiteraard ook van Odyssee Hogeschool. Een nieuw boek, een nieuw kind. Het is een werk van velen, maar in het bijzonder ook van Kathleen Emmery, de coördinator van ons kenniscentrum. Theorie en praktijk komen voor haar op een vreugdevolle manier bij elkaar. Nadat de boeken van de drukpersen waren gerold, beviel Kathleen van een dochtertje. Twee kinderen in een gezin, een jongen en een meisje. Dat wordt een koningskoppel genoemd. Ik ben er zeker van dat Kathleen met een nieuwe dimensie het panel over differentiële opvoeding zal volgen. Ik stel eerst de nieuwe panelleden nog eventjes voor. Carla van Leeuwen, jij bent dokter in de psychologie en professor gezinspedagogiek aan de KU Leuven. Publiceerde al meerdere malen over differentieel opvoeden en dan vooral met bijzondere aandacht voor de percepties van kinderen. Ja. Ook in dit boek, het hoofdstuk Favoritisme in de kindertijd en op volwassen leeftijd, ervaringen van fairness door siblings. Naast jou zit Tineke Moisson, zeg ik het goed zo? Ja, oké. Dokter in de pedagogische wetenschappen en klinisch orthopedagoge. Waarom hebben jullie allemaal zo'n moeilijke titels? Tineke, jij doet vooral onderzoek naar Brussen, dus broers en zussen van kinderen met een handicap of een ziekte. En je bent dan ook grondlegster van de Brussenwerking in Vlaanderen. In het boek ga je in op de vraag wat het Brussenonderzoek ons leert over de impact van suïcidaliteit op Brussen. Dat gaat misschien vandaag iets minder aan bod komen. Daarvoor moeten mensen het boek lezen dan. Uiteraard, ja. Ja, ja, maar dus we zien hier het eindbeeld. Ze kijken allemaal een andere richting op. Carla, hoe kijk jij ernaar? Mogen we die metafoor hier even gebruiken? Ja, ze hebben natuurlijk allemaal ook hun eigen leven, hun eigen persoonlijkheid, hun eigen zorgen. Dus logisch dat ze soms ook wel eens met zichzelf bezig zijn. Wat mij vooral is opgevallen in dit fragment, is dat er inderdaad hier ook wel sprake is van differentieel opvoeden. Hè. Dat bijvoorbeeld de vader meer naar zijn adoptiezoon trekt om met zijn moeilijkheden, identiteitsontwikkeling om te gaan. Dat de moeder zich dan wat meer focust op een andere zoon. Dat de dochter dan er zo'n beetje uitvalt, mm-hmm. omdat zij vooral goed haar best doet. Ja. Dus ja, je ziet hier dat ook mensen een bepaalde rol beginnen opnemen in het gezin om eigenlijk ja, het functionerende te houden. Mm-hmm. Ja. Ja, je zegt meteen het functionerende te houden. Is dat dan de manier om daarmee om te gaan? Of zeg je, als ik dit zie, ik had misschien zelf iets anders geadviseerd aan deze mensen? Goh. Ik zou niet per se iets anders adviseren. Ik denk dat die ouders echt
gehandeld hebben op het moment zelf. En dat ze dachten van, kijk, misschien is het inderdaad nu goed dat wij een keer apart eten met onze kinderen. Maar dat kan een tijdelijk iets zijn. Ik denk dat zij naar best vermogen eigenlijk gehandeld hebben binnen hun situatie. En ik kan niet zeggen van, zou het dan nu heel veel beter geweest zijn of iets anders? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, Tineke, die zus die dan zegt, ja, ik deed wat er van mij verlangd werd, is dit iets dat jij wel herkent vanuit die Brusselwerking? Ja, dat is heel opvallend. Hè. Zij voelt aan welke rol dat zij in het gezin moet opnemen om het daar ook te doen laten draaien. En als op dat moment in haar puberteit die twee broers hun eigen gevechten hebben en die vragen alle aandacht van de ouders, dan is het wel ergens logisch dat dan andere broer of zus een beetje meer op het achterplan gaat staan en zichzelf wat gaat wegcijferen om het ook nog niet erger te gaan maken. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook wel, als dan wel zegt, van ja, wat was mijn rol eigenlijk ook? En dat er natuurlijk later wel besef komt van, het feit dat ze ook uit huis gegaan is, is misschien ook wel een teken van, ik heb ook wel nood aan mijn eigen verhalen, aan mijn eigen ik. Mm-hmm. Ja. Want je zegt, het is logisch, daarom is het misschien nog niet de beste stap. Was er, als je dit nu achteraf bekijkt, misschien een andere optie geweest? Het is moeilijk natuurlijk, we kennen ze niet echt. Hè? Het is maar een... Ja, dat is altijd zo. Ja, ook gevaarlijk daaraan, want dan gaan we zo bijna gaan normerend zeggen van dit is nu niet goed gelopen. En dat, ik denk dat het hele gezin, al die gezinsleden echt heel goed hun best gedaan hebben op dat moment om er ook het beste van te maken. Mm-hmm. En dat zij keuzes hebben moeten maken die op dat moment moesten gemaakt worden. Was iets anders mogelijk geweest, maar we kunnen de klok niet terugdraaien. Tuurlijk. Het is wel zo dat we later wel dingen kunnen gaan erkennen van oké, dit is voor jou niet zo vanzelfsprekend geweest en die erkenning op latere leeftijd en dan mogen zeggen van daar heb ik eigenlijk toch wel dingen gemist, dat kan veel herstellen wat op dat moment toen in de kindertijd maar moest lopen zoals het moest lopen. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk, dat het verhaal ook nadien nog kan gehoord en gezien worden en dat dat niet onder de mat geschoven wordt. Ja, Carla, want jij zei het, we zien hier een voorbeeld van differentieel opvoeden, de vader, de moeder die dan toch naar hun eerste eigen kinderen zich wat anders gaan gedragen. Is dat dan die glimp van favoritisme toch? Dat ze de ene misschien wat gaan voortrekken? Ja. Er zit misschien... Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die mensen kijken. En favoritisme is een begrip dat je ook wel ruim kan invullen. En ja, je kan een lichte voorkeur hebben voor een van de kinderen, maar je kan ook een hele zware voorkeur hebben voor een van de kinderen en dat ook uiten, of ook niet uiten. Dus het is moeilijk te zeggen of er hier echt sprake is van echt favoritisme of eerder van, kijk, wij willen rekening houden met de specifieke noden van een kind op een bepaald moment en we gaan ons dus iets meer bezighouden met dit kind. Daarom is dat nog niet per se van, ik wil dit kind nu voortrekken op alle andere kinderen. Mm-hmm. Ja. Mag je dat samenvatten als favoritisme hoeft geen probleem te zijn? Ik denk niet dat dat altijd een groot probleem is. Nee. Ik denk dat het natuurlijk wel een probleem kan worden als je kinderen echt heel prominent telkens voorrang verleent, waardoor een andere kind geen plaats krijgt in het gezin. Ik denk, ja, dat is natuurlijk een andere kwestie, maar als dat niet zo heel uitgesproken is, denk ik niet per se dat het altijd problematisch is. Zien ik wel zeker bekeken vanuit dat Brusselse perspectief. Kan je dan zeggen, favoritisme kan evengoed een fair manier van opvoeden zijn? Ja, dat kan zeker. Dus wat Carla zegt, is hoe dat favoritisme uiteindelijk ingevuld wordt. Hè. Dus ook natuurlijk het heel erg subjectief. En dat een kind ook gaat voelen van, ik zie nu dat mama precies broertje of zusje liever heeft, om die reden. Maar dat daar zelf geen enkel nadeel van ondervonden wordt. Want ja, ik heb het ook bij papa meer, andere dingetjes. Dus dat ook wel een beetje verdeeld wordt in het gezin. Dus ja, favoritisme is niet noodzakelijk negatief. Mm-hmm. Maar het is hoe dat je het natuurlijk gaat invullen en in de praktijk gaat vormgeven. Ja, want jij zegt bijvoorbeeld onmiddellijk, hey, papa gaat dan misschien wat opvangen of zo. Moet je daar dan de hele tijd toch beginnen zoeken naar die evenwichten, daar altijd mee bezig zijn, rekenen, een soort boekhouding beginnen bijhouden? Ik denk dat dat echt niet hoeft. Dat er geen weegschaaltje nodig is om voortdurend af te wegen
wie heeft meest aandacht, wie ga ik anders benaderen. Ik zou het zo niet zien. Maar fairness voor mij is het ieder kind echt een plek geven binnen het gezin. En ervoor zorgen dat elk kind het gevoel heeft van kijk, ik doe ertoe, ik heb hier een plaats binnen het gezin. En zolang dat er is, denk ik, zit je goed binnen het gezin. Of dat het ene kind dan een keer wat meer aandacht krijgt, of dat er wat anders wordt omgesprongen met de kinderen, dan denk ik dat dat niet echt een probleem is. Maar er toe doen, voor mij is dat eigenlijk de invulling van die fairness. Ja, want ik kan mij perfect inbeelden dat dat in theorie altijd heel logisch klinkt, van iedereen zijn plek geven, maar we horen daar net het voorbeeld van soms sta je de vaat te doen en denk je gewoon, oh, wat een mismatch, of ik plak ze achter het behang, zoals dat dan wordt gezegd. Hoe ga je daar op zo'n moment mee om? Ik denk dat het soms ook gewoon eerlijk toe te geven naar de kinderen toe, dat het gewoon heel erg lastig is. Ik kon nog eventjes terugkomen rond die boekhouding. Hè. Ik zeg soms wel eens, kinderen lopen misschien wel als een boekhoudertje rond. Hè. Ja. Die zijn wel aan het turven. Hè. Zo van wie krijgt wat, wanneer, en wie doet wat, wanneer. En dat is natuurlijk ook wel normaal vanuit die kinderlijke ontwikkelingspsychologie. Want leg maar eens uit aan een kind van 5 jaar waarom hij of zij iets niet mag doen en het kind van 7 jaar mag het wel doen. Maar dan komt het er op aan dat je als ouder dat ook gewoon gaat uitleggen. En dat het uiteraard, wat Carla zegt, dat het andere kind ook voelt, dat ja, oké, ik doe er ook wel toe. Maar ik denk dat iedereen die een broer of zus heeft, herkent dat ook wel. Hè? Zo die constante strijd van dit is niet eerlijk en ik word achteruitgestoken. Maar net, ik hoop dat goede boekhouders toch ook wel op het einde van het jaar een balans opmaken. En dat doen brussen of kinderen uiteindelijk ook wel. Die zeggen, op dat moment vond ik iets heel erg onrechtvaardig en dan vond ik dat echt niet eerlijk. Mm-hmm. Maar na een paar maanden begreep ik het wel, of is het ook wel weer terug in balans gebracht en heb ik wel gevoeld dat ik er wel toe deed. En dat is eigenlijk wel, denk ik, de essentie. Ja. Want tegelijkertijd hoorde ik het daarnet wel in de inleiding dat er werd gezegd, het is vaak helemaal aan het einde, dat plots die balans van ouderlijke liefde wordt opgemaakt. Dus het is wel iets dat kinderen toch meenemen. Ja, ik zal het misschien nog op basis van iets dat ik in het boek las ook, in uw hoofdstuk, als het gaat over favoritisme, dan lees ik welke gevolgen dat allemaal kan hebben en dan gaat dat tot depressie toe. En ja dan denk ik, wauw, als ouder, ga er nog maar eens aan staan. Hè? Dan snap ik dat je als ouder wel gaat denken, oei, ik zal maar alle evenwichten juist houden, want wie weet wat doe ik mijn kind aan op het einde van de dag. Ja, maar misschien een beetje relativeren de bijdrage van dat differentieel opvoeden aan de ontwikkeling van kinderen is ook maar één stukje. Er zijn heel veel andere mogelijke factoren die ook meespelen in het ontwikkelen van problemen. Dus we mogen niet alles gaan focussen op de opvoeding of de differentiële opvoeding of favoritisme. Er zijn ook heel veel persoonlijke kenmerken of omgevingskenmerken die daarin meespelen. Dus ik hoop dat het boek niet die indruk geeft, dat het echt door differentieel opvoeden of favoritisme is, dat kinderen dan depressie zouden ontwikkelen. Het is veel ruimer dan dat. Er zijn veel meer factoren. Want zouden we het ook anders kunnen stellen, dat bijvoorbeeld door differentieel opvoeden mensen krijgen andere vormen van aandacht of zo. Dat kinderen op die manier leren hoe het in het latere leven ook is. Ja. Ja, ik denk ook, het is echt een leerschool, een oefenschool, waarbij dat je hopelijk ook leert van, oh, het is eigenlijk wel fijn als mijn broer of zus een keer wat meer aandacht krijgt. Dat je daar ook mee kan van genieten, dat niet elk glas gelijk moet verdeeld zijn of elk stukje taart. Dat is het begin. Daar zijn kinderen in het begin ook heel erg mee bezig. Dat krijgen we evenveel. Maar gewoon dat zich dat ontwikkelt en dat kinderen leren van, oh ja, leuk voor mijn broer of zus dat zij nu een keer in de bloemetjes gezet wordt. En ouders kunnen daar natuurlijk op inspelen, door met hun kinderen daarover te praten of door dat te erkennen dat er ook verschillen zijn tussen kinderen. Dat er op de ene moment een keer iemand meer aandacht krijgt dan
dan een ander kind. Nu, in het boek wordt het woord siblings gebruikt, omdat we in het Nederlands eigenlijk geen goede alternatief hebben. Het gaat over broers, zussen bij ons. Dat is toch weer een genderonderscheid dat daar gemaakt wordt. Mogen we zeggen dat daar dan soms ook op andere manieren mee wordt omgegaan of op wordt gereageerd? Zien jullie daar verschillen in hoe broers en zussen of de combinatie reageren op een bepaalde of op die differentiële opvoeding? Maar ook dat is weer heel erg afhankelijk van de unieke gezinscontext en van hoe dat ouders daarmee omgaan. Ik kan mij voorstellen dat er zeker gezinnen zijn waar dat de jongens andere dingen mogen of niet mogen dan de meisjes. Maar dat is niet algemeen in elk gezin zo aanwezig. Maar er zit daar zeker wel een, ja, ook iets dat wij maatschappelijk wel meekrijgen. Als ik kijk in het Brussel-onderzoek, stel dat je de enige jongen bent in het gezin en je hebt een zusje met een beperking, dan zal die jongen ook zorgtaken opnemen, hè? Uiteraard. Maar als die broer ook nog een zus heeft en dus het Brussel deelt, dan zien we wel dat ouders misschien vlugger een zorgtaak zullen vragen aan die aan dat meisje om op te nemen. Omdat dat eenmaal altijd een beetje in onze cultuur zo zit. Maar dat betekent niet automatisch dat al die zussen die brus zijn, ja, overbelast gaan worden. Dat is ook niet juist. Maar dat is, ja, dat is gewoon in onze cultuur nu wel aanwezig, hè, sowieso. Ja. Moet ook die verwachting soms ook wel. Hè, flink zijn of stoer zijn. Dat merk je soms wel, hè, van dat... dat ouders het soms makkelijker vinden dat een meisje wel een keer zal huilen of emoties tonen dan jongens misschien soms sneller flinker moet zijn of dat ga je nu toch niet voor wenen. Maar ik ken evengoed ook gezinnen waar dat totaal niet meer speelt. Hè. Ja, maar vanuit onze cultuur zouden we wel op die manier nog differentieel blijven opvoeden om die jongens en die meisjes... Liefst niet, maar het gebeurt wel natuurlijk Ik denk ook dat het nog wel gebeurt. Ja. Ja. Maar zeker ook niet in alle gezinnen. Nee. Ja. Ik neem even een reactie vanuit het publiek mee, gewoon voor jullie. Iemand die zegt, ik begrijp het nu, ik maak dezelfde fouten als ouder. Ouders zijn mensen, stel u voor. Fijn dat de meeste volwassenen wel de balans kunnen opmaken met een positief resultaat. Is dat ook hoe dat jullie het dan ervaren, dat als volwassenen dan terugblikken op... dat verschil, dat daar wel positief naar wordt gekeken? Of? Het is persoonlijk. Hè. Als ik kijk, ik heb nu in mijn hoofdstuk een samenvatting gegeven van onderzoeksresultaten wereldwijd. En dan zie je dat er toch in de volwassenheid nog mensen zijn die meenemen wat er in de kindertijd gebeurd is en het daar nog steeds moeilijk mee hebben. Die mensen zijn er ook. Ja. Niet iedereen, maar... Het gebeurt wel. En dat er ook nog altijd mensen zijn die in de volwassenheid de balans opmaken. Bijvoorbeeld als het gaat over de zorg voor een ouder. Dat is blijkbaar een heel gevoelig thema. Voelen sommige broers of zussen zich benadeeld omdat een ouder een voorkeur heeft voor een ander kind in het gezin dat meer zorg kan geven aan deze ouder. Dus er spelen soms nog gevoeligheden, ook op latere leeftijd. Ja. Maar niet bij iedereen. Nee, en het zijn soms de kwetsuren die je hebt opgelopen in je kindertijd, die ook op volwassen leeftijd ook nog een keer moeten uitgevochten worden, of toch nog een keer op tafel moeten komen ook. En dan is het weer heel erg belangrijk van welke plaats heeft het mogelijk onrecht dat jou is overkomen of jou is aangedaan. Heeft dat ergens al een plaats gekregen? Heeft dat al ergens erkenning gekregen? En er zijn zeker ook volwassen mensen die later inderdaad de balans opmaken en zeggen, oké, het is eigenlijk allemaal wel goed geweest. Voor mij kom daar wel mee in treinen. Maar met wat Carla zegt, er zijn er ook minstens evenveel die net op zo'n momenten van zelfzorg te moeten gaan geven of op het moment dat ze bij de notaris zitten, eigenlijk nog onverwerkende rekeningen op tafel leggen. Hè, en zeggen, om die en die redenen vind ik nu dat ik in een lelijke koffiepot verdien. Hè. Ja, dat zijn emotionele redenen. Dat is natuurlijk. Ja, dat blijft wel meespelen. Of ook in de aandacht die ouders aan kleinkinderen geven, bijvoorbeeld. Hè, dan zie je opnieuw die dynamiek ontstaan. Hè. Want dan moeten grootouders ook weer aandacht geven en dan ook weer gaan verdelen. En dan kunnen ook wel onverwerkte zaken uit uw eigen beleving ook wel weer mee gaan meespelen. Ja, want jullie begonnen daarnet met te zeggen, kinderen zijn kleine boekhoudertjes. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, we zijn eigenlijk allemaal nog wel boekhoudertjes. En soms hele grote misschien. Maar het is iets waar we soms beschaamd om zijn. Ja, want dat gaat gepaard met van, is dat nu wel...
oké om te zeggen dat je jaloers bent op je broer of zus, omdat papa meer daar in de tuin komt werken dan bij jou, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn zaken dat wij ook soms maatschappelijk wel horen van, zeg, doe een keer zo kinderachtig niet. En, hè. Maar het zit soms dieper. Ja. En als we dat diepere niet kunnen blootleggen of geen erkenning geven, ja, dan blijft dat hoekeren. Hè. Als een gezwel, en op dat moment barst dat toch wel een keer open. Ik vind eigenlijk dat je dat mooi in die documentaire ziet, hè, waar dat ze eigenlijk ook nog eens nagaan, ja, wat was mijn functie binnen het gezin? En er waren duidelijk een aantal onbesproken dingen in deze familie. En nu wordt dat zo op tafel gelegd. En je voelt ook van, ja, het is oké dat we dit doen, maar het is ook goed misschien dat ze dit doen. Want ja, er blijkt toch wel wat onverwerkte dingen nog te zitten in dit gezin. Hè. Zou het een idee kunnen zijn voor andere gezinnen? Neem er eens een foto bij en bespreek eens wat je ziet en wat je voelt. Ja, ja. Maar het is een beetje toch het cliché dat op kerstavond of oudjaarsavond en er al een beetje alcohol genuttigd, dat er dan vaak zo'n gesprekken wel ontstaan met de nodige emoties. Maar eigenlijk zijn dat wel de momenten dat inderdaad kwetsuren op tafel komen en dan daar een openheid vinden en dingen kunnen benoemen en misschien ook kunnen sorry zeggen van ik heb dat eigenlijk nooit niet beseft dat dat zo bij jou is overgekomen. Ja. Mm-hmm. En dat kunnen horen van een broer of van een mama of een papa van oké, die zegt hier oprecht sorry, dat is heel helend. Mm-hmm. Of iedereen een keer zo'n reportage laten maken, dat is zeer, zeer... Ja. Ieders perspectief ook op de zaak horen, hè. Mm-hmm. En laten vertellen ook. Ja. Mm-hmm. Het mag er ook zijn. Hè. Ja. Elk verhaal mag er gewoon zijn. Ja. Nu, we zijn er daarnet uit gegaan op een heftig moment in de docu. Er werden een paar serieuze herinneringen boven gehaald. We gaan eens kijken hoe het verder loopt. Ja, soms wordt er ook veel gezegd door niks te zeggen. Hè? De mensen thuis zagen het niet, maar op het moment dat de woorden vallen, wat als, zag ik bij jullie allebei een reactie. Tineke, wil jij even beginnen? Waarom kwam die wat als zo binnen bij jou? Ik denk dat hij het wel mooi verwoordt. Er zijn heel wat dingen in zijn leven gebeurd waar hij als kind geen enkele impact op heeft gehad. Hè? Het gebeurt gewoon, hij wordt geadopteerd, zijn ouders gaan uit elkaar, er wordt veel verhuisd. En ja, kinderen ondergaan het en hebben daar ook geen inspraak in. Het gebeurt gewoon. Maar op dat moment begin je wel te beseffen van, mijn leven had ook helemaal anders kunnen geweest zijn. En je ziet gewoon ook, hè, dat hij daar enorm mee aan het worstelen is. Zo van. Mm-hmm. En dat eigenlijk voor hem echt wel... Ja, alles een beetje zo op het spel zet. Van wat is eigenlijk de relatie met mijn broers, zus, halfbroer, mm-hmm. ouders? Mm-hmm. En is daar ooit aandacht voor geweest? Mm-hmm. Ja, ik denk dat iedereen dat wel voelt. Van, goh, met hem zou ik wel een keer in gesprek willen gaan. Ja. Waar ik ook moest aan denken, is dat er toch ook heel veel verschil is tussen kinderen. Voor de mate waarin dat ze gevoelig zijn voor wat er in de omgeving gebeurt of wat er in het gezin of in relaties gebeurt. Sommige kinderen zijn heel gevoelig. Dus, en ik zie ook voor die jongen is het echt moeilijk om met al die veranderingen om te gaan. Je gaat ook kinderen hebben die dat helemaal niet zo moeilijk vinden. Het leek zelfs alsof Kirsten op een bepaald moment, als haar broertje geboren werd, dat is gebeurd. Dat had precies niet zoveel impact op haar. Maar dat bepaalt ook wel hoe dat kinderen naar de omgeving kijken, naar relaties met broers en zussen. Waarom dat soms het ene kind iets als rechtvaardig ervaart of niet rechtvaardig. Hè? Omdat je net als persoon verschilt in gevoeligheid voor wat er rondom jou gebeurt. Want Tineke, jij zei, ze hebben daar geen inspraak in op dat moment. Zouden kinderen meer inspraak moeten krijgen? Ik vind het heel belangrijk dat kinderen op heel wat thema's inspraak krijgen, sowieso. Maar sommige feiten gebeuren nu eenmaal in hun leven op het moment dat ze misschien zelfs nog niet inspraak kunnen krijgen. Als jij een broertje of een zusje krijgt, ik denk niet dat er veel ouders eerst een familieraad organiseren en de mening gaan vragen. Ja, die broer of zus die komt daar ook gewoon. Hè. Maar ik denk wel dat het, ook als je op bepaalde thema's kinderen niet echt inspraak kunt geven, in de zin van jullie mogen mee beslissen of het nu gaat gebeuren of niet, dat daar wel
dat nooit meer mag vergeten worden, dat kinderen wel heel veel recht hebben op informatie over waarom gebeurt er hier nu iets. En, en dat is ook gezien worden, van welke impact heeft dat nu op jouw leven, hè? Zoals verhuizen. Dat heeft een impact op kinderen en dat is niet noodzakelijk alleen een negatieve impact, maar ik denk dat dat wel altijd belangrijk is, dat ouders niet te vlug denken van, goh ja, dat komt wel goed, zal eventjes wennen zijn, maar dat komt wel goed. Het komt meestal ook wel goed, maar je hebt toch wel het recht om op zijn minst geïnformeerd te zijn. Nu, als het gaat over differentieel opvoeden en kinderen, ik kreeg bij dit fragment het gevoel dat kinderen zelf ook wel differentieel met elkaar beginnen omgaan. De zus die zegt, ik had het gevoel dat ik Tim moest beschermen. En dat is dan mislukt. Is dat zo? Beginnen zij op een gegeven moment, ja, ze gaan ook andersom met elkaar en dan misschien wel linken te leggen? Ja, ik kan me best voorstellen dat broers en zussen ook een bepaalde voorkeur hebben voor een van de andere broers of zussen. Omdat dat ja, iets heel normaal is eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook ja, het opnemen van verantwoordelijkheid voor een broer of zus, dat zie je hier ook heel erg in terugkomen en misschien het gevoel van oei, dit is hier nu niet gelukt. Als zus heb ik misschien gefaald, want die jongen is een beetje het verkeerde spoor opgegaan, zou je kunnen zeggen. Ja, dat moet ook wel zwaar zijn om te dragen. En het lijkt alsof ze dat niet heeft echt kunnen uitspreken tot nu toe. En dat gebeurt hier nu wel. En ik denk dat ze er dan op het einde ook wel wat erkenning voor krijgt dat ze dat gedaan heeft. Ja, zie je broers of zussen, of de brussen zoals we ze kennen, dan misschien ook gaan compenseren? Van oei, daar gebeurt iets, ik ga net nog iets anders doen. Of misschien extra liefdevol zijn, of weet ik veel. Ja, om het evenwicht te behouden eigenlijk ook. Hè. Van, ik zeg altijd van, ja, brussen worden als het ware geboren met extra voelsprietjes. Waardoor zij heel sensitief zijn voor zorgen of problemen, zowel bij de broers en zussen, maar ook bij de ouders. En dat zij heel vlug ook wel die taak opnemen om daar dan mee te gaan voor zorg dragen. Mm-hmm. En ja, dat heeft natuurlijk wel als gevolg dat zij hun eigen nood, hun eigen zorg, hun eigen problemen ja, op de achterplan gaan stellen. Zo van, dat is echt niet zo heel erg belangrijk, dat is niet zo'n groot probleem om op tafel te gooien, of ik ga dat wel zelf oplossen. Ja. Dat is wel heel herkenbaar, ja. Ja, ja. En hoe leer je die kinderen van laat de boel soms ook maar de boel en focus maar op jezelf? Ja, door ze eerst en vooral te erkennen en te zien, hè, van in een unieke gezinssituatie met de voor- en de nadelen, en dan eigenlijk te zeggen van jou. Ik merk vanuit mijn brussenwerking alleen al het feit dat je hen aanspreekt van jij mag er ook zijn, hè, met jouw verhaal, is al heel erg erkennend. Zo van, oké, dus. En dan hoeven niet noodzakelijk dingen gecompenseerd te worden, maar gewoon al weten van oké, ik word ook gezien, ik word ook aangesproken en ik krijg ook wel te horen wat hier thuis gebeurt, niet altijd zo vanzelfsprekend is. Het kan soms al voldoende zijn om niet meer nodig te hebben. Mm-hmm. En dan blijven zij wel die zorgrol opnemen, maar zij weten ook, oké, die hulpverlener die hier over de vloer komt, die gaat ook af en toe een keer aan mij vragen, hoe gaat het met jou? Of is het de voetbal geweest? Het hoeft zeker niet altijd over problemen te gaan, ja. Ook zeker en vast niet. En dan zijn zij gewoon erkend in hun positie. Ja, ja. Want ik zie jou hier knikken. We moeten het misschien gewoon meer over leuke, normale dingen hebben. Ja, 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 zeker. Ja. Ja, zeker. Ik ben ook geen voorstander om artificieel rond de tafel te gaan zitten en al die onderwerpen heel ernstig te bespreken. Ik denk dat het in heel veel gewone opvoedingssituaties aan bod kan komen. Maar ja, en ook op een positieve manier kan benaderd worden. Hè. Ja, ik ben zeker niet voorstander van het problematiseren van deze zaken. Maar oké, we zien nu in deze documentaire wel een familie die het ook ja, op verschillende vlakken niet zo makkelijk heeft gehad. Mm-hmm. In vele gezinnen gaat dat als vanzelf ook, hè, bijna dat praten daarover. Ja, ja, ja. Als ik denk aan mijn eigen gezin, niet dat ik vind dat wij supernormaal gezin zijn, dat wil ik nu ook niet zeggen. Maar zo al lachende wordt er wel een keer gezegd van als er een kind een compliment krijgt van is dat nu het favoriete kind? Dat wordt dan al lachend gezegd. Oké, dat is dan een aangrijpingspunt om toch nog een keer duidelijk te maken van ja, wij vinden iedereen belangrijk of zo. En dat zijn geen zware gesprekken, maar het komt wel zo een keer op tafel. Ja, ja, ja. Ik heb het bij mijn moeder toch eens gecheckt voor ik naar hier kwam, of ik toevallig het favorietje was, maar het was niet zo. Ik neem even een reactie uit de chat mee.
En dat is adoptie, relatiebreuken en zo verder. We zadelen kinderen toch wel op met veel extra problemen. Mensen die kinderen en geen hondje nemen, zouden hier toch wel meer bij moeten stilstaan. Dat zou de betekenis van de opvoedingsbelofte moeten zijn. Gaan we er soms te makkelijk mee om? Want het was inderdaad wel een tekenend voorbeeld. Hè. Ze hadden ook een hondje kunnen nemen, ze hebben een kind genomen. Ja. Dat wordt wel heel zwaar, hè? Zo'n opvoedingsbelofte. En dan denk ik, oei, dus nog voordat je de eerste keer bij de gynaecoloog gaat, moet je dan misschien toch wel eerst als partners gaan iets ondertekenen? Of ja. Ja, ik denk, misschien moet ik het... In het boek kwam ook soms wel aan bod van, moeten we gaan naar een meer naturel in de opvoeding? Of moeten we het toch meer overdenken? Hè? Moeten we meer gaan doen dan denken? Of denken we niet genoeg? Ik denk dat dit ook misschien een beetje de vraag is van... Staan we er vooraf genoeg bij stil welke impact onze eigen handelingen als ouders hebben op het gezin, op de kinderen? Of zeggen jullie, ja, nee, misschien moeten we er net niet zoveel bij stilstaan, misschien doen we dat ook wel te veel. Ik denk dat we beide kunnen, misschien in verschillende situaties. Ja, het is een moeilijke vraag. Ik ben er wel van overtuigd dat echt 99,999% van de ouders echt wel gewoon goed hun best doen. En dat ze niet meer kunnen doen dan gewoon hun best doen en vertrekken vanuit hun buikgevoel. Natuurlijk, afhankelijk van de rugzak dat je met je meedraagt, is misschien je buikgevoel een beetje gedesoriënteerd. Mm-hmm. En dan moet er denk ik gewoon heel veel veiligheid zijn in en rond dat gezin om dat bespreekbaar te maken, om dat te durven zeggen van... Ik vind het hier wel heel erg lastig en eigenlijk wil ik ze echt wel achter dat behang plakken. En om dan misschien daar ook erkenning rond te krijgen van ook dat hoort bij het opvoeden en bij het ouderschap. Zonder daar onmiddellijk te gaan zeggen van, gaat er maar moeten over nadenken. Of heb je nee. Ja, ik vind ook, je kan op voorhand misschien heel beredeneerd een aantal ideeën hebben van, we gaan daarmee rekening houden en dit en dat, maar uiteindelijk heb je niet over alles controle en je krijgt kinderen, maar je weet ook niet hoe die kinderen zullen zijn. Dat is eigenlijk een heel groot avontuur dat je aangaat. Hè. Ook een gezin vormen, dat is eigenlijk een avontuur waar dat je de afloop niet van kent. Mm-hmm. En de wegen daartoe, je hebt niet alles in de hand, dus... Ik vind het wel een goed idee dat je ervan uitgaat van we gaan ons best hier doen voor dit gezin. Dat vind ik wel een goed uitgangspunt. Maar om alles vast te gaan leggen en beredeneerd, dat lukt gewoon weg niet. Mm-hmm. Dan ga je zelf een hele zware hypotheek eigenlijk opleggen die moeilijk vol te houden is. Mm-hmm. Dus die spontane dingen, dat hoort er gewoon ook bij. Ja, want ik hoor jullie allebei zeggen van... Gewoon je best doen. En de meeste mensen hebben wel goede bedoelingen. Als het in het boek gaat over die fairness. Is dat fairness al? Ik bedoel het goed. Dus het is sowieso fair. Of is dat te kort door de bocht? Je kunt met goede bedoelingen ook heel veel fouten maken natuurlijk. Ja, maar een fout maken is ook niet erg. Hè? Ik heb het al een paar keer gehoord. Dat mensen zeggen van... Sorry zeggen, dat is ook al veel. Ja, ja. Toegeven van, in deze situatie heb ik dat eigenlijk echt niet goed aangepakt. Mm-hmm. Dat kan, hè, als ouder. Mm-hmm. Maar op dat moment was het beste wat ik dan kon doen. Ja. Nu, er komt net een vraag binnen die daar eigenlijk mooi op aansluit. En dat is, hoe ga je ermee om als ouders niet openstaan voor die erkenning? Dus eigenlijk niet openstaan om misschien toe te geven, er is iets misgelopen, er zijn kwetsuren... En dan al helemaal niet voor die sorry. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dan, dat heeft ook veel te maken met de rugzak van die ouder dan. Hè. Waar, mm-hmm. Waar is de ouder zelf gezien in zijn of haar onrecht? Mm-hmm. En pas als dat voldoende erkend en gezien wordt, kan er wel ruimte komen om zelf ook sorry te gaan zeggen, denk ik dan. Ja. Maar als kind denk je dan misschien, daar heb ik nu eventjes niks aan. Klopt, ja. Maar er zijn zeker heel wat volwassen mensen die daar ook nog mee
aan het struggelen zijn, zo van, mm-hmm. ja, wat dat ik eigenlijk van mijn ouders zou willen horen, komt mm-hmm. niet. En hoe geef ik dat nu plaats in mijn eigen leven? Maar hoe zorg ik er ook wel voor dat ik het dan zelf ook niet ga doorgeven aan mijn eigen kinderen? Ja. Dus dat je eigenlijk met jouw eigen onrecht wel, ja, daar wel ruimte voor krijgt. Maar zeg, nou, ik ga het op zijn minst niet hetzelfde gaan doen dan mijn eigen kinderen doen. Mm-hmm. Ja. Het kan ook zijn dat een derde die erkenning geeft, mm-hmm. he, van ja. Wat jij hebt meegemaakt, ja... Dat is inderdaad niet helemaal rechtvaardig. Of dus dat je er van een andere persoon erkenning van doorkrijgt. Allee, een partner of een hulpverlener, dat kan ook helpend zijn. Ja. Als de ouder zelf dat niet wil doen, is dat ook nog een optie. Ja, we zullen eens kijken hoe ze er in de documentaire verder mee omgaan. Ja. Alvast bedankt. Daar zijn we toch iets van elkaar geworden. Is dat even goed als ze leefde nog lang en gelukkig, Ilse? Het komt binnen, hè. Ja. Het komt binnen en misschien is het omdat ik zelf moeder ben dat het me heel hard ook raakt. Hoe de mama ook eigenlijk het verdriet komt, lijkt naar boven te komen. Eigenlijk zou ik aan haar moeten vragen wat het precies betekent, mm-hmm. hè, haar tranen. Maar wat voor mij ook een stukje is, van, goh, hoe verantwoordelijk voelen wij ons vandaag als ouder voor het welzijn van onze kinderen. En dat is iets dat zo diep geworteld zit. En waarmee ik voel dat een stuk zelf, maar ik hoor dat dan ook bij de vragen die wij binnenkrijgen, dat er zoveel schuldgevoel mee gepaard gaat. Mm-hmm. En ik vul dat nu in voor deze ouder, dat daar mogelijk schuldgevoel van in zit. En tegelijkertijd ook wel zit er heel mooi in dit fragment van... maar kinderen moeten op een gegeven moment ook mee verantwoordelijkheid... moeten een stukje verantwoordelijkheid krijgen en het gevoel hebben van... ik kan hier ook zelf keuzes maken. Mm-hmm. En er kan herstel mogelijk zijn. En dat herstel is hier door de dingen ook te benoemen, door de ruimte te krijgen en de ruimte te vragen, de ruimte te geven om te zeggen wat er jou dwars zit. En dat er begrip kan komen en dat er mogelijk vanuit verwachtingen die je zelf een stuk in jezelf creëert, die je denkt van dat wordt nu van mij verwacht, dat kan rechtgezet worden en hersteld worden door te zeggen van oh, snap, hè? Niet van tafel geveegd. Niet van, oh, dat is helemaal niet waar, want dat is wel een belangrijke. Maar wel zeggen van, ik begrijp het, maar dat is niet hoe wij of hoe ik naar jou keek. Of dat is niet wat ik van jou verwacht. En dat kan eigenlijk al op jonge leeftijd een stuk, hè? Dat daar die ruimte gecreëerd wordt. Maar opnieuw ook niet forceren en laat het nog spontaan gebeuren, maar dat daar op zijn minst die ruimte gecreëerd wordt om de dingen te mogen zeggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Je bent begonnen met te zeggen, we voelen ons zo verantwoordelijk als ouders vandaag. Moeten ouders zich minder verantwoordelijk gaan voelen? Moeten ze de boel meer de boel laten zelf ook? Ik vind het interessant dat op het einde sprak men ook over de individuele verantwoordelijkheid. Hè. En een gezin is niet een verzameling van individuutjes. Het is trouwens ook heel interessant dat een van de laatste scènes is als ze samen aan het eten zijn. En om terug te komen op mijn metafoor van de herberg, en misschien om terug te komen op een heel oud pedagogisch idee, maar rituelen, routines, lijmen mensen ook wel aan elkaar. Hè. Ook dat onderschatten wij soms, wat dat betekent om op regelmatige tijdstippen samen te komen. Dat weten dat je verwacht wordt aan de eettafel. Hè. Of op dat moment. Hè. Dat. Hè. En tegelijkertijd... zien we dus inderdaad dat we nu in een klimaat leven waarbij dat de verantwoordelijkheid heel hard naar de ouder wordt geduwd. Hè. Mm-hmm. Denk aan wat er in Ter Kamer een Bos gebeurt of op de strandbank nog hijst en hijst. Hè. Dan zegt men eigenlijk van ja, wat voor opvoeding hebben die kinderen genoten? Waar zijn de ouders? Hè? Dus men doet een beetje aan parent blaming. Mm-hmm. Het heeft ook wel wat te maken met het feit dat in voorlichting enzovoort, hè, wordt ook benadrukt dat wat je met je kinderen doet, hè, een impact heeft op hun volgende ontwikkeling en uiteindelijk op hun levensgeluk later enzovoort. Dus er lijkt soms een suggestie te zijn dat
wat ouders doen. Hè? Dus voeden we die verantwoordelijkheid en voeden we hun onzekerheid en hun schuldgevoels. Wat ouders doen, hè, zal het levenspad van hun kinderen dicteren. Hè? En dat komt volgens mij een stukje te maken met dat idee van ontwikkelen. Hè? Als je iets... Eerst wikkel je iets in en dan ontwikkel je. Hè, en er bestaat een goede manier en er bestaat een slechte manier om dat te doen. Terwijl, we voeden dat ook een beetje met te zeggen van dit is een cruciale ontwikkelingsfase. Hè, of dit is een belangrijke ontwikkelingsfase. Dat lees je dan in de Oei, ik groei Bijbel. En dat zijn ze allemaal eigenlijk. Hoor. Voilà. Ja, hè, ja. En dan uiteraard, die ontwikkelingsfase die zijn wel belangrijk, maar dat zijn dan ook maar gemiddeldes. Hè, en die gemiddeldes, dat wil eigenlijk zeggen dat er een deel daarboven en daaronder schuilen. Hè. Als iedereen samenvalt met dat gemiddelde, dan is het geen gemiddelde meer. Maar het feit dat men dan zegt van het is cruciaal enzovoort, roep je ook wel ouders op om daar iets mee te doen. Hè? En wel, ik denk dat ouderschap meer te maken heeft, en dat is ook al een paar keer gepasseerd, met er gewoon zijn voor jouw kinderen. En niet per se iets te doen, hè? Want dan voel je je ook verantwoordelijk om in actie te schieten. Mm-hmm. En vandaar dat ik denk dat gezinstijd of samentijd even belangrijk is dan bewust of onbewust echt iets met jouw kinderen te doen. Als ik met mijn zoontje speel, dan staat er op het speelgoed heel vaak hoe dat zijn cognitieve ontwikkeling zou stimuleren of sociale ontwikkeling zou stimuleren bij een gezelschapsspel. En dus hoe makkelijk dat we eigenlijk het spelen connecteren met leren. Hè? Mm-hmm. Terwijl dat we allemaal aanvoelen als ouder dat we gewoon... Ik speel graag met mijn kinderen, ik doe graag een gezelschapsspel. Mijn vrouw doet dat veel minder graag. We staan eigenlijk niet echt stil bij, zijn we nu bezig met hem sociale vaardigheden bij te leren. Mm-hmm. En zou het dan kunnen, Ilse, dat jullie bij de opvoedingslijn als advies soms ook gewoon meegeven, wacht nog even af, laat het even rusten. Natuurlijk niet bij de meest problematische situaties, maar dat mensen denken, ik moet iets ondernemen en dat jullie zeggen, wie weet is het binnen een paar weken beter. Absoluut. In 70% van de vragen die bij ons binnenkomen, moeten we eigenlijk zeggen, het is oké wat je doet, maar hou nog maar vol. En het komt wel. Een beetje geduld, hè, vragen wij heel vaak. Want het klopt wel, het doen, ik moet het doen, ik moet iets voorkomen, ik moet scheidsrechteren tussen kinderen. Hè. Ik moet zorgen dat conflict hier zo snel mogelijk opgelost is. Ik moet inderdaad spelen, want die ontwikkeling moet ik stimuleren. Is eigenlijk staat vaak ouders soms in de weg, gewoon om, en het kind vooral in de weg, om te kunnen ontwikkelen op zijn of haar tempo. Dus ja, in 70% van de situaties moeten wij gewoon zeggen, prima hoor, we hebben hier niets aan toe te voegen. Maar wees gewoon een beetje geduldig. Mm-hmm. Geef het tijd. Geef het kind tijd. Geef jou ook tijd. En dat onschuldigt eigenlijk vaak ook een stuk. Van, je kan dat niet voorkomen. Je kan niet alles voorkomen en je kan dat niet forceren. Maar het komt wel. Dus de ouders ook erkennen, zoals daarnet werd gezegd, erken wat die kinderen hebben meegemaakt. Erken, dit is nu even moeilijk, maar het is oké. Okay. Ja. En dat is ook, het is nu even moeilijk... is zo moeilijk om te laten gebeuren. Hè? Want het is niet leuk als jouw kind daar ligt te huilen. Of het is niet leuk om die puber daar een aantal dagen echt heel ongelukkig... Misschien in deze coronatijd wel wat langer dan een aantal dagen ongelukkig te zien. Maar dan is het vooral belangrijk... we mogen niet onderschatten. Er zijn, beschikbaar zijn... is een zeer belangrijke en we onderschatten dat. Maar moeilijk, hè? Ik geef dat zelf toe. Ja. Het is zeer moeilijk om daar niet aan te komen, aan die emoties. En tegelijkertijd moeten we goed beseffen van, we hebben ook die macht niet om daar iets aan te doen. Maar zijn is een zeer belangrijke. Maar ook dat lijkt mij soms wel moeilijk. Ik denk dat zeer dat ook moeilijk. Niet voor iedereen evident is om er te kunnen zijn. Ja, dus in zekere zin... Een groot deel van de ontwikkeling, zeker bij kleine kinderen, gaat min of meer vanzelf. Hè. We hebben wel het idee van we moeten daar moeten dat prikkelen enzovoort. Hè. Maar dat valt eigenlijk wel mee, hè, om het een beetje met een boutade te schetsen. Bij Eskimo-baby's, hè, die worden veel langer op de rug en op de buik gedragen. Maar op een bepaald moment, binnen een paar dagen, kunnen die ook wandelen. Hè. Die zijn daar eigenlijk veel meer mee bezig als wij, van ja, je moet die dan laten kruipen enzovoort.
Nee, en dat lukt ook. Hè. Bepaalde Indiaanse stammen praat men eigenlijk niet met zijn kinderen. Hè. Want men zegt, van, ja, daar kun je toch geen rationeel gesprek mee voeren. Hè. Men wacht daar gewoon mee en op een bepaald moment beginnen die kinderen toch te praten. Hè. Dus, maar dat wil ook niet zeggen, ik pleit er niet voor relativeren. Hè. Mm-hmm. Want ik geloof ook niet in wat men noemt het goed genoeg ouderschap. Hè. Ja. Van als ze maar gelukkig worden en als ze maar gezond zijn. Hè. En als ze maar door zijn op school. Want ja, wat betekent goed genoeg als jouw baby aan het wenen is? Hè. Hoe lang laat je die dan wenen en laat je die dan gerust enzovoort? Je voelt als ouder altijd dat je wordt opgeroepen. Jouw kinderen doen een appel op jou. Om daar toch iets mee te doen. Hè. En daarom denk ik dat heel wat ouders niet zozeer redeneren vanuit een goed genoeg paradigma, maar vanuit zo goed als kan. Hè. Mm-hmm. Ja. Dus, en ik pak mijn baby ook bijna spontaan op als hij weent. Ja. Dus. Ja. Nu, in het begin van de documentaire horen we de socioloog zelf dan zeggen, ik durf geen gezin stichten. Want ik heb een gezin niet echt gekend en ik neem dat met mij mee en ik was de verbinder, ik was het hondje. Ik vraag me daarbij af, in hoeverre is dat echt zo? En in hoeverre is dat iets dat ons ook door de maatschappij wordt opgelegd? Als in, we moeten onszelf analyseren en dit en dat is er gebeurd in onze kindertijd en daarom gaan wij zus of zo reageren. Ilse, hoe kijk jij daarnaar? Zijn we daar te veel mee bezig? Of is dit wel een heel belangrijke oefening om wel te maken voor jezelf een gezin begint? Goh, ik vind dat een zeer moeilijke vraag, want ik had ook zoiets van, tja, het triggert mij wel, wat bedoelt hij nu? Mm-hmm. Van, voor mij is dit geen gezin. Ja, denk ik. Eigenlijk wou ik aan hem worden, hè? Ja, ja, ik wou aan hem vragen van, wat maakt? Wat is dan voor jou wel? Wat zou dat dan wel zijn? Dus in die zin, goh, moet je daar op voorhand over nadenken. Het is een beetje als daarnet, hè? Moet je op voorhand... Als je aan kinderen begint, dan alles gaan overdenken. Ik pleit daar toch wel wat voor om je gevoel daarin te volgen. Mm-hmm. En als dat voor jou nog niet oké zit, ja, kijk dan of je het nodig vindt. Want het zou kunnen dat hij daarmee worstelt. Dan denk ik, die worsteling, daar heb je misschien wel iemand voor nodig. Om daar duidelijkheid in te krijgen wat misschien voor hem... deze documentaire eigenlijk misschien wel geholpen heeft. Mm-hmm. Hè? Ja, ik weet dat niet. Denk van, ja, volg jezelf daar ook in en kijk of je het nodig vindt om daar duidelijkheid in te krijgen. En eigenlijk kan niemand daarover oordelen. Mm-hmm. Ja, klopt. Hè? En ik had ook de indruk dat hij een beetje nadacht over het idee van overdrachtelijkheid. Ja. Is het omdat mijn ouders gescheiden zijn, dat bij mij er meer risico is dat ik ook niet mijn gezin zal bij elkaar kunnen houden, enzovoort. En een Nederlandstalige journalist, Frank van der Linden, niet de zanger dus, maar een journalist, heeft een boek geschreven getiteld De Liefdesoorlog van mijn ouders. En daar gaat het eigenlijk over, een stuk over, dat hij worstelt met de vraag, mijn ouders zijn gescheiden, hè? Maak ik nu meer kans om zelf in die situatie terecht te komen? En hij draait het om. Op een bepaald moment zegt hij, van, misschien hebben mijn ouders mij ook wel een mogelijkheid getoond dat er altijd een oplossing of een uitweg kan bestaan. Hè? We hebben ook wel een beetje de neiging, tot op de dag van vandaag, om scheiding en nieuw samengestelde gezinnen enzovoort, mm-hmm. om dat toch een klein beetje vanuit een soort van... jammerlijke positie te benaderen. Het is niet gelukt. Hè? Ja, tweede kans huwelijk, dat we hier ook horen. Van de, Ja, klopt. Allee, ik sluit mij daar wel bij aan. Van hoe mm-hmm. kijken we ernaar? Ja. Het is een falen, hè? Zoals we het globaal bekijken ook. En tegelijkertijd ben ik er ook van overtuigd dat kinderen... die dan opgroeien in een nieuw samengesteld gezin of met ouders die gescheiden zijn, dan weer andere dingen leren. Mm-hmm. Die hun kunnen helpen in een latere leven. Dus ik ben daar ook van overtuigd dat daar zit. Ik denk dat een van de broers op een bepaald moment sprak over het werkwoord dragen. En ik vind dat een heel interessant werkwoord, omdat ik denk dat we ook wel vaak het incasseringsvermogen van kinderen wat onderschatten. Mm-hmm. Hoe dat zij de gezinssituatie en het opvoedingsklimaat beleven. En dan de term weerbaarheid vind ik ook op zich wel mooi, maar voor mij zit daar dan in dat je je verweert
tegen een omstandigheid op een bepaald moment rechtkrabbelt en dan doorwandelt. Terwijl bij dragen of verdragen, hè, wil dat zeggen dat je kan die omstandigheid, je kan, waar je naar je opgroeit, je kan dat dragen, met jou meedragen. En dat zal jou, op een bepaald moment schud je dat van jou af. Hè. Dat zal jou niet definiëren. Ja. Ik neem even opmerkingen uit de chat mee. Er is iemand die zegt, ontken niet dat stiefrelaties, adoptieve relaties toch wel meer moeilijkheden meebrengen. We kunnen niet alles over één kam scheren. Zijn jullie het daarmee eens dat, dat het dat toch vaak moeilijker maakt? Ik denk dat als ik kijk naar de oproepen die bij ons binnenkomen, en het gaat dan inderdaad over de verschillende behandelingen, hè, tussen je eigen kinderen, stiefkinderen of jouw kind, hè, als alleenstaande ouder bijvoorbeeld, jouw kind groeit op in een nieuw samengesteld gezin, hè, de helft van de tijd, dan gaat het daar inderdaad wel over. We mogen inderdaad die verschillen niet ontkennen en die bepaalde moeilijkheden die daarmee gepaard kunnen gaan, want dat vind ik wel belangrijk. Ja. Het hoeft niet per definitie zo te zijn. Dus opnieuw, ook, ik heb dat ook daarnet al gezegd, van ga vragen. Van wat bedoel jij daar precies mee en hoe is dat dan voor jou? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we niet te snel gaan invullen van want ik herken dat, ik betrapte mezelf er ook op van adoptie en hoe die jongen kijkt. Heel bedrukt en tegelijkertijd. Ja, ja. Hè, zo van, we gaan bijna projecteren. Ja, van dat zal daar wel mee te maken hebben. En tegelijkertijd weet ik van, als ik het echt wil weten, ga ik het hem moeten vragen. Van hoe is dat nu voor jou? Wat speelt er nu voor jou mee? Ja het is een nieuw samengesteld gezin. Als de beide een partner krijgen, dan is het opvoeden in meervoud. Dan zit je soms met 6 ouders. Hè? Ja, en daar zijn een aantal van die ouders nog eens afwezig, hè, want ja, die zie je niet elke dag. Hè, en ja, dat moet dan, eigenlijk zijn jouw kinderen dan de getuigen van hoe het daar dan aan toe gaat. Hè, of je hebt een open lijn, dat kan ook natuurlijk, hè, dat is dan ideaal. Hè, maar er gebeurt wel iets als je met verschillende volwassenen rond die kinderen cirkelt. Hè, dat is inderdaad anders dan met 2. En we weten ook wel uit onderzoek dat als zij een plaats krijgen binnen jouw gezin, er wordt over gesproken, over mama en papa, ook al zijn ze daar niet, en de kinderen mogen daar over spreken, dat hen wel helpt. Hè. Dat ze ook wel voelen van hier, ook al woont mama en papa hier niet in, hij of zij heeft wel zijn plek hier. Er wordt rekening mee gehouden, hè, en ik kan hem hier wel ter sprake brengen. Maar ook dat is niet altijd evident, natuurlijk. Mm-hmm. En dan een reactie van dezelfde persoon, een beetje aansluitend bij wat er in de Kamer gaat gebeuren, of het nu vandaag of morgen is, ik ben er nu nog niet uit. Maar ik vind ook dat broers en zussen samen moeten kunnen opgroeien, uitroepteken. Het verschil is kinderen en jongvolwassenen en pubers die zelf kunnen kiezen. Dus ja, dat er daar... vanaf wanneer zeg je, nu is het aan jou om te kiezen, vanaf wanneer... Dat zal ook in elke gezinssituatie anders zijn, waarschijnlijk, maar... Well, ik moet zeggen dat ik het juridisch voorstel niet zo goed ken. Ik begrijp wel het recht van kinderen om... Ik vind dat ook goed. Hè. Mm-hmm. Maar ik heb mij ook wel onmiddellijk die reflex gemaakt toen dat Jani sprak over dat daar er moest een streven zijn naar... Hè. Van ja, dat lijkt me inderdaad wel interessant. Het is een streven naar. Dat wil ook zeggen dat je dat samen kunt nastreven en dat er dus dan weer een dialoog moet zijn. Hè, van hoe gaan we dat hier aanpakken? Hè, in plaats dat een recht dat je afdwingt. Maar goed, ja, ik ken het zelf niet heel goed, dat juridisch voorstel. Dus ik kan daar heel moeilijk mijn leeftijd op plakken. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. En ik, streven naar en ook wel tegelijkertijd rekening houden met de noden. Want soms kan het wel oké zijn dat voor het ene kind om ergens anders te wonen. Maar als er maar over gesproken wordt, denk ik. Mm-hmm. En eerlijk over gesproken wordt. Mm-hmm. En als de emoties er mogen zijn, denk ik dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat ik de ochtend ook zo wil samenvatten. Er is heel veel
blijven spreken, eerlijk en open blijven. Erkennen is een woord dat ik heel veel heb gehoord vandaag. Maar ik denk, beste mensen, als we het echt mogen samenvatten, dat het de reactie uit de chat was die we moeten bijhouden. En dat is, ouders zijn mensen. Ik bedank de paneleden van vandaag. Dank u wel, Filip Noos. Dank u wel, Ilse Blok. Dank u wel ook hier achter de camera, Tineke Marzo en Carla van Leeuwen. Het laatste woord, dat geef ik nu nog graag door aan Gianni. Gianni, het is aan jou. Wellicht heeft u een broertje dood aan te lang uitgesponnen conclusies net voor het middaguur. Daarom hou ik het kort. Onderzoekers en gezinsondersteuners die inzoomen op siblingrelaties moeten rekening houden met een complexe realiteit. In het boek zal u geen alomvattende theorie vinden die siblingrelaties capteert. Wel mag de sterke multidisciplinaire benadering helpen om die complexiteit te doorgronden. Siblingrelaties mogen echt wel meer in beeld komen in onderzoek en beleid. Het boek ligt het potentieel uit van siblings voor elkaar, doorheen de levensloop. We staren ons niet blind op competitie en conflict. We zien de processen die spelen binnen een siblingrelatie om dit te vermijden. De competitiematch en het conflict hoeven een normale ontwikkeling van siblings niet in de weg te staan. Ze kunnen er zelfs toe bijdragen. We zien de positieve krachten die evengoed aanwezig zijn, zoals ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld wanneer de baby van broer of zus op een afdeling neonatologie verblijft. Gedegen onderzoek dat het verband legt tussen een differentiële behandeling en de negatieve ontwikkeling van kinderen mag niet leiden tot opvoedingsdeterminisme en gebruikt worden als een wet van meden en persen. Een differentiële ouderlijke behandeling mag best worden besproken binnen gezinnen. De bottomline van zo'n gesprek is dat fairness kansen, kwetsbaarheden en posities niet neutraliseert. De draagkracht van een gezin is geen statisch gegeven, wat het hanteren van een weegschaal met aandacht, geboden kansen en materiële voordelen sowieso bemoeilijkt. Een open dialoog maakt het gemakkelijker voor siblings, ongeacht de gezinsstructuur, om een plek te verwerven in de complexe relationele werkelijkheid. Fairness verschilt daarbij grondig van een streven naar absolute gelijkheid. Wat negatief werkt in een siblingrelatie is niet onomkeerbaar. Dat mag echt wel een geruststelling zijn voor ouders en zorgt ervoor dat gezinsondersteuning zich goed voor onnodig problematiseren. Verschillen in leeftijd en ontwikkeling vervagen. Na verloop van tijd kan het gesprek over gezamenlijke ervaringen, de ongelijke behandeling door ouders of conflicten tussen ouders bijdragen aan de emotionele verbondenheid tussen siblings. Op latere leeftijd, bijvoorbeeld wanneer ouders zorgbehoevend worden, treden de oude issues terug op het voorplan, samen met de kans om ze opnieuw in balans te brengen. Fairness laat zich dan niet meer afmeten aan een levensfase, maar aan een levensloop. Hoe kunnen professionals en vrijwilligers recht doen aan die bijzondere relatie? In hulpverlening is het van belang om de impact van de ouder-kindrelatie op siblingrelaties bespreekbaar te maken, zonder de kinderen deelloyaal te maken naar de ouders toe. Wanneer hulpverleners te maken krijgen met conflicten tussen siblings, is het de moeite waard om samen met hen de oorzaken daarvan te onderzoeken. Professionals moeten alert zijn voor de invloed van maatschappelijke aannames. Zo kan er de aanname zijn dat ouders kinderen gelijk moeten behandelen. Gezinsondersteuners kunnen hierdoor indirect bijdragen aan het schuldgevoel van ouders. In gezinsbegeleiding is het constructiever om de goede redenen voor een ongelijke behandeling te bevragen en samen met de ouders te zoeken hoe ze dit naar de kinderen toe kunnen communiceren. Soms heerst er ook het ideaalbeeld van het kerngezin. Partners in nieuw samengestelde gezinnen
willen dit beeld dan installeren, terwijl dit net niet bevorderlijk is voor de fairness in siblingrelaties. Ook in nieuw samengestelde gezinnen is het zaak eerder het verschil te waarderen dan elk kind vanuit een gelijkheidsbeginsel over dezelfde kam te scheren. Van professionals mag worden verwacht dat zij siblings niet uit het oog verliezen bij gezinstransities en bijzondere zorgcontexten. De bezorgdheid over broers en zussen, onder meer in het kader van jeugdhulp, moet worden gecapteerd. Verder inzetten op kwaliteitsvolle contacten tussen siblings wanneer samenblijven echt niet meer kan, maakt deel uit van contextgericht werken, een decretaal principe. Gezinsbegeleiders of gezinsondersteuners kunnen via psycho-educatie werken aan wederzijds begrip en leren omgaan met het gedrag van een broer of zus met een beperking, ziekte of psychische kwetsbaarheid. Professionals moeten zich gesteund weten door beleid en onderzoek. Ik wijs in dat verband heel graag naar het lopende onderzoek van het kenniscentrum naar Brussen van een suïcidaal kind. Professionals hebben ook een rol te spelen als siblings zorg opnemen. Naast het erkennen van die zorg, mogen zij zoeken naar een manier om een fijne balans in het geven en ontvangen te vinden. Bijvoorbeeld bij negatieve parentificatie. Professionals en vrijwilligers kunnen een faciliterende of bemiddelende rol opnemen wanneer zich moeilijke beslissingen op gezinsniveau opdringen. Hierbij gaat het om beslissingen die geen absolute gelijkheid nastreven, maar waar gezocht moet worden naar een evenwichtige balans. Fairness dus. Die rol kunnen zij waarmaken door gebruik te maken van instrumenten. In het boek vinden we daarvan meerdere voorbeelden. Ik denk hierbij aan het Family Business Model Canvas, een model dat dient bij de overdracht van een familiebedrijf. En het familiepact, de overeenkomst die ouders en kinderen sinds enkele jaren kunnen sluiten om de erfenis te regelen. Ook is er de aanbeveling om de vroegtijdige zorgplanning te verruimen naar een toekomstplanning voor families en waarin plaats mag zijn voor mantelzorgbeloftes. Het is op zich niet fout dat overheden eerder terughoudend zijn om zich te bemoeien met siblingrelaties. Dit spoort met het recht op gezins- en familieleven. Toch vinden we dat fairness bevorderen niet enkel een opdracht voor de praktijk is, maar ook voor de overheid. Een overheid die veel aandacht heeft voor informele steun en het versterken van het netwerk rondom gezinnen, heeft er baat bij het potentieel van siblings als wederzijdse steunbron te versterken. Op overheden zal alleszins de verplichting rusten om de nakende nieuwe wetgeving rond siblingrelaties in het burgerlijk wetboek waar te maken. We denken hierbij in het bijzonder aan de consequenties voor de organisatie en de werking van de jeugdhulp. De nieuwe wetgeving duldt geen uitstel. Wordt er gezorgd voor een toereikend aanbod om siblings samen te houden? Is pleegzorg niet meer de eerste te overwegen optie als een pleeggezin niet alle broers en zussen kan opvangen? Over de slagkracht van de nieuwe bepalingen is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven. Regelgeving is niet zaligmakend en steeds zal er rekening moeten worden gehouden met uitzonderingen die vanuit het belang van het kind, of beter, de belangen van de betrokken kinderen, moeten worden verantwoord. Dit vergt een afwegingskader dat in concreto recht kan doen aan siblingrelaties en ruimte biedt voor intervisie en wetenschappelijke inzichten. Bijvoorbeeld rond veiligheid. Met ons lopende praktijkgerichte onderzoek willen we hiertoe bijdragen. Het wetenschappelijk onderzoek naar siblingrelaties is bij lange niet uitgeput. Surveyonderzoek bij kinderen en jongeren kan het beeld over het al dan niet samenwonen van siblings in soorten verder verfijnen. Longitudinaal onderzoek kan worden opgestart. Er staan nog veel vragen open naar siblings op volwassen leeftijd. Hoe krijgen siblingrelaties vorm binnen de context van andere gezinsrelaties? Hoe verdelen siblings uit nieuw samengestelde gezinnen de zorg voor zorgbehoevende ouders? Praktijkgericht onderzoek
moet zeker verder werken rond de vraag hoe ouders ondersteunend kunnen zijn voor siblingrelaties. Hoe de veerkracht van siblings, in het bijzonder bij transities, kan worden versterkt. Hoe het potentieel van volwassen siblings als steunbron beter kan worden benut. En hoe hulpverleners geïnspireerd kunnen worden om een plaats te geven aan siblings in het gezinsgericht werken. Zo, de match kan worden afgefloten. Maar hier stopt het niet. Ik geef heel graag mee dat we volgend academiejaar verschillende sessies zullen aanbieden die de bijdragen in het boek verder zullen ontsluiten. Noteer alvast 5 oktober in uw agenda voor een avondelijke webinar over broers en zussen van een kind met een heden en verleden op de neonatologie. Dames en heren, we hopen dat dit boek een uitgelezen plaats krijgt in uw boekenkast en inspirerend is voor een praktijk van fair play in gezinnen, praktijk en beleid. Rest mij u nog van harte te danken voor uw aandacht. Tot ziens.